Deze moet er altijd tussenin gaan. Als hij vast komt te zitten, dan gaan we over naar stremming. De stad is in zomerse sferen en de temperatuur stijgt. Dat betekent dat er weer gekoeld moet gaan worden. For me is an association with summer. So when you come out for a morning walk and you see them hosing down this bridge, you know that summer is here and that's a good feeling. Als je gaat doorheen en dan komt het zo meteen op je fiets, dan gaat het ook overal. Ja, dat heb ik wel. Nou, de brug wordt gekoeld om beschadiging tegen te gaan door uitzetting van de zon. De zon die schijnt op het dek en de brug zet uit. En nu komt die klem te zitten. Als je niet zou koelen en ze gaan draaien met de brug, nou, dan krijg je heel veel schade. Dit is de opening die we controleren. Die is belangrijk. En de rails. Want het kan ook zijn dat dit bijna dicht zit en de rails is nog open of andersom. We hebben een lineaaltje. En die meten we hier tussen. Dan meten we de opening op. Deze moet er altijd tussenin gaan. Het verkeer, fietsers, voetgangers, die zijn inmiddels al doorgewinterd. Mooi woord, doorgewinterd in de zomer. Dat er gekoeld wordt. Dus 95% houdt er al rekening mee. En die andere 5%, ja, die mopperen wel eens dat hun broek of rok nat wordt. Maar ja, dat hoort er een klein beetje bij in Amsterdam tegenwoordig. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer. Succes!